Ja, ik koppel hem even aan zeg maar een eerder punt van u, waarin u zegt van nou, als het nou gaat om onderzoeken, te onderzoeken welke gesubsidieerde instellingen eventueel met wat minder toe zouden kunnen of niet, hè, dan moet dus een nota voor komen volgend jaar op basis waarvan wij dat beslissen. En dan denk ik ook even aan dat wij zeg maar als raad voorzichtig moeten zijn om allerlei geld uit te geven of tijd uit te geven aan dingen waar je misschien ook hele andere nuttige dingen voor kan doen. Mijn vraag is, als die nota er moet komen, wie bepaalt de criteria daarvoor? Zijn wij dat als raad? Criteria voor wanneer je wel of niet een sterke schouder hebt, hè? Dat is vraag 1. Nou, wat ik heb gezegd is dat wij willen voorkomen dat er overlap is in de gesubsidieerde instellingen die wij hebben. En dat daar naar gekeken moet worden. Welke overlap kunnen wij terugbrengen en wordt het geld daar nog steeds voor besteed waar het voor bedoeld was? Dat zijn de criteria die we op dit moment erover hebben. En ik ben graag met u bereid om te kijken van goh, welke criteria kunnen wij op papier zetten. Zodat we ook daadwerkelijk meer hebben dan zeg maar deze algemene beelden over omgaan met subsidies in het jaar 2012. Maar is het de Partij van de Arbeid bekend dat er al lang onderzoek is gedaan naar het subsidiebeleid en dat wij al lang inzicht hebben in wat organisaties daarvoor doen? De vraag die wij hebben is waar ligt de overlap en op welke wijze kunnen we die overlap bestrijden en op welke wijze kunnen we doelmatiger omgaan met de subsidies? Maar overlap, dat is dus niet hetzelfde als wie de sterke schouders heeft en wie de zwakke schouders heeft. Nee, dat zijn verschillende uitgangspunten. Oké, dus u wilt een ander onderzoek dan wat u in, zeg maar eerder in uw eerste termijn aankondigde? Nee. Ander onderzoek? Nee, wij geven aan hè, dat als subsidies gegeven worden aan individuen, dat je mag kijken naar of ze sterke schouders hebben en of ze de last zelf kunnen dragen. En als we kijken naar de instellingen, moeten we kijken naar van de doelmatigheid en het doel waarvoor het geld gegeven is en of er geen overlap is in die subsidies. En we willen ook dat de overheadkosten, de bestuurlijke drukte in subsidie-ondersteunde organisaties, dat die teruggebracht wordt, dat het geld doelmatig besteed wordt. Dan zou het niet veel handiger zijn als wij als raad een krachtige uitspraak deden en zouden zeggen, nou, oké, er komt zoveel bezuiniging van het Rijk op ons af en dat betekent een taakstelling, ook voor de gesubsidieerde organisaties, van pak een beet 5% of 10%, in plaats van dat wij zelf weer ambtelijke inzet gaan gebruiken om onderzoeken te doen en notas te schrijven, waarin wij zelf dan moeten bekijken wat die organisaties wel of niet kunnen. Is het niet veel slimmer dat we dat die organisaties zelf laten doen? Zij kennen toch hun eigen organisatie het best? Waar het ons om gaat is dat wij het vermoeden hebben dat er dubbelingen zitten in datgene wat organisaties doen en dat daar geld te verdienen valt. Goed. En als je... de heer De Lahaye. Dank u wel, voorzitter. Als ik de PvdA zo op praat, dan denk ik van nou, dit is een uitstekend samenvatting uit allerlei boekjes, bestuurskunde, bedrijfskunde, et cetera. En dan denk je van nou, het zit degelijk in elkaar. Overlappingen moet je tegengaan, je moet efficiënter werken, lijnen korter houden, kijken waar de werkelijke kosten worden gemaakt, de productiekosten, andere overheadkosten, dring je een beetje terug. Heel goed verhaal, maar nu komt de belangrijkste vraag. U legt dat verhaal op de Alkmaarse situatie. En ik merk nergens uit uw verhaal dat u aanwijzingen hebt dat het ook daadwerkelijk voorkomt. Terwijl we aan de andere kant wel hele duidelijke aanwijzingen hebben dat de prijs, de tarieven die worden berekend door allerlei instellingen die diensten leveren, die gefinancierd worden door de gemeente, dat die soms dubbeler zijn van de prijs die andere organisaties in dezelfde stad, en dan denk ik bijvoorbeeld aan Kern 8 of aan de Eenhoorn, ook zouden kunnen leveren. En dan denk ik van, waarom gaat u nou naar het abstracte niveau wat uit de lesboekjes komt en die op elke hogeschool en universiteit kan leren, waarom gaat u daarheen en waarom gaat u niet naar het praktische niveau van de stad, waarvan de signalen bekend zijn dat wij op sommige punten 30% tot 40% zouden kunnen bezuinigen door hetzelfde product bij een andere leverancier te halen? Omdat ik ten eerste nog niet overtuigd ben dat hetzelfde product ook door een ander geleverd kan worden. Dat is een aanname.
Want dan gaat het ook over doelmatigheid, over kwaliteit, over de wijze waarop je het werk levert. En om zeg maar één instelling eruit te halen en dat als voorbeeld te gebruiken, nou, dat doe ik niet. Nou, ik zal u één voorbeeld noemen, want ik ga wel vaak met één voorbeeld aan de haal, want anders zou je 4 uur aan het woord zijn. Wel, voorbeeld heel, noemen. Wel heel kort graag. Peuterspeelwerk door dezelfde mensen die het leveren via de ene organisatie zeggen dat ze het met 40% goedkoper kunnen doen via de andere organisatie. En dat zit hem in de overheidskosten die meegenomen worden door de eerste organisatie. Dat is de werkelijkheid in deze stad. Ja, dat is precies de reden van waarom wij dat onderzoek willen. Voorzitter, op deze wijze kunnen wij als raad bewuster kiezen voor het laten uitvoeren van onderzoeken. Want daar was ik gebleven, dat wij onszelf de spiegel voor mogen houden. Concluderend, voorzitter. Onze gemeente staat al jaren in de top van diverse lijstjes. Zoals winkelstad, sociale gemeente, zuinige gemeente, sportgemeente enzovoort. En sinds kort is Alkmaar ook een fair trade gemeente. Het is voor ons de opgave onze gemeente in deze top te handhaven. Zoals in de sport wel wordt gezegd, aan de top komen is makkelijker dan je daar te kunnen handhaven. Dit vraagt doorzettingsvermogen en ook weten op welk moment je even gas moet geven of een stapje minder hard moet lopen. Alkmaar sterker uit de crisis is het motto waar wij achter kunnen staan. Maar dan geldt dat ook voor alle inwoners van Alkmaar. Voorzitter, Alkmaar is een fijne en dynamische en leefbare stad. Aan ons de uitdaging om oplossingen te vinden, dat zo te houden. En wel voor alle Alkmaarders. Dat betekent niet afpakken, maar aanpakken. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Ja, u heeft heel eventjes het over het sportpaspoort gehad en over het cultureel paspoort. In ieder geval wel over het sportpaspoort. Goed. We weten allemaal inderdaad dat in het huidige programma staat inderdaad een tweetal punten. Is inderdaad het oplopen van de tarieven voor zowel sport als bepaalde culturele instellingen. Deelt u dat of zegt u nou dat is toch inderdaad iets wat we ook de Partij van de Arbeid niet wenselijk vindt? Wat ik gezegd heb is dat wij het sportpaspoort en de Alkmaarpas willen behouden voor die mensen die via die pas deel kunnen nemen aan die activiteiten die ze niet zelf kunnen betalen. Dat is wat ik gezegd heb. Heer Kloos. Voorzitter, dank u wel. Nog even een vraag aan de Partij van de Arbeid. Er is een lijstje, ik heb ook een andere partij gevraagd. Er is een lijstje aangevoerd met een aantal infrastructuurprojecten. Westelijke Ring en de Bestevaartstraatbrug spreekt daar, volgt daarop. Zijn die voor u harde punten als Partij van de Arbeid? Dus met andere woorden, we kunnen op u rekenen dat u in maart volgend jaar, als het officieel wordt vastgesteld, zegt van ja, afspraak is afspraak. En we gaan ervoor. Voorzitter, er staat in het lijstje nadrukkelijk, zeker als het gaat om de Bestevaartbrug, dat er ook financiering door derden bij hoort. We wachten de voorstellen tegen die tijd af. En datgene wat we afgesproken hebben in ons coalitieakkoord, daar staan we achter. En datgene wat op ons afkomt, moet voldoen wel aan die kaders en normen die we met elkaar hebben afgesproken. Dus tegen die tijd zullen we vanuit die kaders en normen besluiten over datgene wat voor ligt. Ja, dat is de cofinanciering, dat begrijp ik wel. Maar er zijn ook een aantal bedragen bij gelabeld vanuit Alkmaar zelf. Laten we even vanuit gaan. De positieve scenario dat de cofinanciering, uw college, u zit er volgens mij ook in de provincie, hè? Dat de cofinanciering, dat die wel rondkomt. Nou even gewoon heel concreet, als die cofinanciering rondkomt, toont u dan zoveel lef dat u zegt, nou dan gaan wij die bijdrage vanuit Alkmaar eraan geven die nu in onze begroting staat. Nou, het voordeel van het zijn van een landelijke partij is dat je inderdaad op andere plekken ook nog partners hebt zitten met wie je goed kan samenwerken. Dus als die cofinanciering rondkomt, wij zijn een woord aan woord. Wij zijn achter dit coalitieakkoord gaan staan en we staan achter de investeringen zoals ze aangeboden worden. Dus met andere woorden, net zoals het CDA, u vindt ook de Bestevaartstraatbrug nuttig en noodzakelijk. Zo begrijp ik het, hè? Nee, u legt mijn woord in de mond. Wij staan achter datgene wat we als coalitiepartijen overeengekomen zijn. Ja, dat is logisch. Daarmee heb ik de bijdrage van de Partij van de Arbeid.